Ik kom nu overigens net van familie. Mensen die heel goed hebben opgelet, die hebben misschien gezien dat er nu wat kattenharen op mijn broek zitten. Die hebben namelijk... mijn neef heeft een heel sociaal, actief, groot, pluizig monster in huis. En dat huis staat in Dordrecht. Maar in diezelfde stad Dordrecht... Een kleine 60 jaar geleden speelde zich een scène af. En die heb ik hier vervat in het sonnet getiteld Hagelslag. Ons land schijnt vrij egalitair te wezen. Zo groeien op de universiteiten... relaties middenin verscheidenheid en blijkt gaandeweg dat tussen regels lezen geleerd moet worden als een vreemde taal. Zo miste zij in zijn huis de gesprekken, leek men bij haar thuis door elkaar te kwekken, hun omgangsvormen hem een hels kabaal. Per ongeluk heeft hij hen stilgekregen, aan tafel, door een lading hagelslag die voor haar neerkwam op een weekrantsoen, uit losse pols op één snee brood te doen en hapslik weg, men wist niet wat men zag. Zo deed hij dat altijd, toch niet zo tegen? Het heeft deze twee mensen er niet van weerhouden om wat later met elkaar te trouwen. En gisteren waren ze 51 jaar getrouwd. En dat was helaas ook de laatste trouwdag. Mijn vader is ruim 2 weken geleden naar een hospice verhuisd. Nog even. Vandaag kan ik je stem nog even horen, die niet zegt wat ook weggelaten kan, mij aanzag van een jongen tot een man, zich door conventies evenmin laat storen. Vandaag vond ik je stem bijzonder helder. Ik denk weer aan de humor tussen ons. Ik denk dat woord en zie meteen een frons die het te expliciete zal vergelden. 3 maal is scheepsrecht, nu ook voor Garon. We kennen niet het tijdstip van de abvaart, maar nu onvoorbereid zijn was een blunder. Ik draag de redenen waarom jij glundert en prijs mijn lot. Mijn vader is geen lafaard. Je hebt meer lief dan je ooit zeggen kon. Mooi. Om het dan weer even wat algemener te maken... Je kunt het begrip familie behoorlijk oprekken. Uitzoomen, inzoomen. Precies herinner ik het mij niet meer. Kropen wij toen na 2 miljoen jaar wachten onder het ijs vandaan? Of zijn wij vlak daarna verwekt door sterrenstof dat de aarde plots... bevruchten, nee, ik meen toch dat dat nog een paar miljard jaren daarvoor is geweest. Maar zo'n sneeuwbal doet soms wat aparts met geheugens. Dat weet ik nog wel. Enfin, we deden er nog wel een jaar of 650 miljoen over. Om zachtjes aan een beetje mens te worden. En ook toen dat uiteindelijk... leek te beginnen te lukken, de horten en stoten nog niet van de lucht, mensen levens op levens. Wanneer je daarin meet, blijf je lang bezig. En hoe vreselijk onmeetbaar is het toeval dan, dat hier in hetzelfde land, hier in dezelfde tijd, deze ontmoeting heeft kunnen plaatsvinden, in dezelfde ruimte, in dezelfde tuin, jij en ik. Wij. Dank je wel.
Dankjewel, de Pipo. Oh. En we houden nog een hele korte pauze van 5 minuten.